Het beeld van Marieke van Niemegen is weer teruggeplaatst op de Grote Markt. Vorige maand werd het beeld daar weggehaald om plaats te maken voor het glazen huis van radiozender 3FM. De verwijdering ging niet helemaal goed, waardoor het beeld direct gerestaureerd moest worden. Inmiddels schittert ze weer op haar vertrouwde plek. Nee, het is hartstikke mooi dat Marieke weer in het hart van de oudste stad van het land staat. En het beeld is natuurlijk sinds de jaren 50 hier voor het eerst geplaatst werd. Echt wel het symbool geworden van de meest bekende Nijmegenaar die nooit geleefd heeft. En dat is Marieke van Nijmegen. Ja, ik ben heel tevreden. Daarom ben ik ook bewust zelf even gekomen. Het was natuurlijk vooral ook wel opwinding en wat angst. En ook een beetje boosheid bij mij toen de verplaatsing niet helemaal soepel ging. Hè. Ze viel om. Gelukkig bleef het herstel heel makkelijk te gaan, weinig schade. En nu is ze weer helemaal klaar voor de komende tientallen jaren. En dat zal ze ook, en ik hoop nog heel veel jaren daarna, blijven staan.